kak. Volgens mij heb ik alles gedelete. Goedemorgen allemaal. Ik heb gisteren, zoals je weet, een dagje meegelopen met Jeraski, een van Nederlands grootste gamevloggers. En vandaag gaan we eens kijken hoe we met al dat materiaal van gisteren keiharde cash kunnen gaan maken. Volgens mij is het hier. Sorry, ik ben te laat. Ben ik te laat? Nee, je bent te laat. 5 minuten. Oh, dat valt mee. Ik heb wel een ontbijtje meegenomen. Hey, top ouwe, dat is perfect. We kunnen meteen aan de slag, ja. Wauw, check dit. Wat een vette setup is dit, hè? Ja, hier gaan we aan het werk. Hier, dit is jouw kantoor. Ja. Laten we eens even beginnen bij het begin. Je bent vlogger. Ja. Dat weten we inmiddels. Dat is gewoon je baan. Ja. Tenminste, het is ook wat je leuk vindt, gelukkig. Moet je daar nou echt heel erg professioneel televisiemaker voor zijn? Totaal niet. Ik heb gewoon een programmaatje geïnstalleerd waarmee je video's kan bewerken. En waarmee ik gebruik altijd Movie Studio Platinum. Eigenlijk is het het editen. Ja. Dat is gewoon knippen plakken, toch? Ja. Sommige YouTubers die brengen er ook heel veel effect in en die gaan echt gewoon uren eraan zitten. En ik knip zo min mogelijk, zeg maar. Is dat omdat je lui bent en niet van knippen en plakken houdt? Nee, omdat ik gewoon alles wil laten zien, ja. Oké, maar even technisch. Dus je maakt zo'n video, een beetje knippen en plakken, maar dan ga je voor op cursus. Dat kan je doen, ja. Je kan ook gewoon op het internet opzoeken hoe het werkt allemaal. Als het toch zo makkelijk is, ga ik zo meteen wel even het materiaal van gisteren editen. Ja, is goed. Oké, dit is best wel spannend. Ik moet dus al het materiaal van gisteren... ik ga het niet heel mooi editen, denk ik, maar ik kan het wel alvast op chronologische volgorde zetten. Gaat ie nog lekker? Ja. Volgens mij heb ik iets. Maar dan hebben we zo meteen een filmpje en dan knallen we hem op YouTube en dan, dan ga je achterover in je... Dan ga je naar YouTube, dan druk je op upload, dan selecteer je juist je video, doe je titel erin, beschrijving erin, tekst erin. Tekst of tags? Tags. Gewoon eigenlijk wat te maken heeft met die video. Hoe zorg je dan dat mensen hem vinden? Als ze abonnees zijn, dan komen ze gewoon op een startpagina en komen ze de video tegen. Ja. Maar als jij net begint met YouTube, dan heb je natuurlijk 0 abonnees. Dus even samenvattend, je maakt een video, die zet je online. Ja. Dan promoot je hem op je sociale media en dan stroomt het geld gewoon binnen? Nee, totaal niet. Ik doe nu zelf 4,5 jaar aan YouTube. Ja. En de eerste 2 jaar heb ik er letterlijk geen cent mee verdiend om een partner af te sluiten. Want de manier hoe je geld kan verdienen is door naar een partner van YouTube te gaan die daarna reclames op de video's kan zetten. Precies, dus eigenlijk hoe meer mensen er naar je video's kijken, hoe meer je waard bent. Ja, en hoe meer reclames mensen krijgen, dus daardoor weer hoe meer geld ze verdienen. Je kan wel zeggen dat vloggen gewoon echt je baan is. Ja, daar leef je van en dat is wat je doet. Ja, het is 24/7. Je wordt wakker en je ziet berichten op je mobiel staan. Je gaat slapen en je ziet nog steeds berichten op je mobiel staan. Ja. Gaat de hele dag door en ik ben er ook de hele dag mee bezig, want ik plaats zelf 5 video's per dag. En dan nog livestreamen erbij, wat er nog bij komt. Dus, Oké, mijn conclusie van vandaag is dat je dus best wel laagdrempelig kan beginnen. Je hebt niet hele dure apparatuur nodig om te beginnen. Je hoeft ook niet een super professionele editor te zijn. Kijk naar mij. Als je zo serieus wil worden als deze man, moet je wel echt uren maken en iedere dag hard ervoor gaan. En een beetje online skills is ook wel handig. Dus ik zou zeggen, iedereen wordt lekker vlogger. Succes. Hey, de ballen. Mazzel. Wil je nou meer tips van Jeraski over vloggen? Check dan even onze Young Capital blog. En abonneer ook gelijk eventjes op YouTube. Later!